In het gemeentehuis van Beekendonk werd zaterdag 11 november de 50ste Veteranendag gehouden. Tijdens de Veteranendag worden alle militairen en oud-militairen met de Nederlandse nationaliteit herdacht. Zij hebben zich namens Nederland ingezet tijdens oorlogs- of vredesmissies over de hele wereld. Ieder jaar een belangrijke herdenking. En ieder jaar doe ik gemeentebestuur dit ondersteunen met heel veel overtuiging. Ik kan het belang, dames en heren, van de veteranenvereniging niet genoeg benadrukken. Het creëert een platform voor veteranen om ervaringen te delen. Ik lag in Ermelo in dienst bij de stoottroepen en wij moesten plotseling naar Nieuw-Guinea. Binnen 3 weken zaten we allemaal op de boot, onvoorbereid in feite. Veteranen die zich sinds jaar en dag overal in de wereld hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid die voor ons als Nederlanders heel vanzelfsprekend is, maar voor veel andere mensen in de wereld momenteel niet. Eén voor één werden de namen van de gesneuvelden vermeld. Leonardus Verschuren, Marinus Verschuren, Mathieus Verstappen, Henricus Flemings, Henricus van Vlerken.